Cultuur in Actie, 7 dagen lang, 12 uur per dag live via cultuuractie.nl. En ik ga mijn eerste politieke interview ever doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. En Niels van den Bergen, hartelijk welkom. Je zit in de Kamer namens GroenLinks. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Je hebt ook nog eens de culturele portefeuille. Zeker. Laten we maar meteen beginnen. 300 miljoen, wat vind je daarvan, van die 300 miljoen? Nou ja, het is te weinig. Ik heb ook in het debat wat we daar eerder met de minister over hebben gehad gezegd, ik weet niet of ik nou het glas half vol of half leeg moet vinden. Mm-hmm. Want voordat de minister met het pakket van 300 miljoen kwam, dachten we natuurlijk nog dat er helemaal niks voor de culturele sector zou komen, mm-hmm, bovenop de algemene maatregelen, mm-hmm, die voor ZZP'ers in alle sectoren gelden. Dus die 300 miljoen is eigenlijk mooi meegenomen? Nou ja, dat is één kant om ernaar te kijken. De andere kant is toch dat het echt veel en veel te weinig is. Ja. En dat heb ik ook wel benadrukt. Ik bedoel, de inkomstenderving tot en met eind mei alleen al was natuurlijk bijna 1 miljard euro. Ja, als je dan met 300 miljoen komt, wat ook nog eens bijna alleen naar de gesubsidieerde instellingen gaat, mm-hmm, ja, dan is dat toch wel heel erg mager. Ja, en hoe ga je dit aanvliegen? Wat kunnen we doen? We hebben natuurlijk deze actie. Hoe wordt dit bekeken in Den Haag? Wordt hier naar gekeken, denk je? Ja, zeker met heel veel interesse. Kijk, de aantallen lopen natuurlijk al op. Hè. Volgens mij zitten jullie al ruim door de 200.000 Klopt, heen nu. 219.747. Ja, zeker. Dat heeft effect. Ja. En ik denk überhaupt dat het heel goed is dat jullie jezelf als culturele sector proberen te verenigen. Dat valt niet mee, dat begrijp ik. Juist omdat er natuurlijk zoveel vrije theatermakers zijn, ZZP'ers, freelancers. Het is natuurlijk een hele diverse sector. Ja. Dat is ook natuurlijk wel onderdeel, denk ik, van het probleem waarom de stem van de culturele sector niet altijd voldoende gehoord wordt. En dat zou wel moeten. Ik bedoel, het grote bedrijfsleven heeft gewoon een sterke lobby met VNO-NCW. Laten we er ook eerlijk over zijn. Ja. En daarmee weten ze miljarden binnen te slepen. En ik denk dat de culturele sector datzelfde verdient, of misschien wel meer. Maar dat vraagt wel om met één stem spreken, een sterk verhaal en opkomen ook voor je rechten en je belangen. Want het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Maar dat doen we nu, maar met één stem spreken zeg je, hoe zou dat dan in praktijk eruit moeten zien volgens jou? Nou, ik denk acties zoals deze en ook een gezamenlijke lobby richting de politiek. Die komt ook steeds meer tot stand overigens. Ja. Ik bedoel, we zijn eigenlijk ondervertegenwoordigd in die lobby. Ja, of te versnipperd misschien wel. En dat is ook logisch. Hè? Dat is natuurlijk het gevolg van hoe de sector zich de afgelopen jaren door de politiek, hè? Want ik ben me er terdege van bewust dat de verantwoordelijkheid daarvoor grotendeels bij de politiek ligt. Mm-hmm. Maar hoe de sector zich ontwikkeld heeft. Een sector met ruim 60% ZZP'ers en freelancers. Mm-hmm. Die ook nog eens onderverdeeld is in heel veel subsectoren natuurlijk. Ik bedoel, podiumkunst is echt iets anders dan festivals. Mm-hmm. En dan binnen festivals heb je ook nog natuurlijk een heel breed scala. Hè, van kleine particuliere festivals tot grote festivals, enorme festivals. Het is een enorm diverse sector. Ja. Dus het is ook heel moeilijk om dan met je vuist op tafel te slaan en te zeggen, dit en dit hebben we nodig. Maar ik merk wel dat het steeds meer gebeurt en dat is heel erg goed. En wat is er nog nodig, denk je? Wat zou er nog kunnen gebeuren de komende weken, maanden, naar 1 september sowieso? Ik bedoel, het feit voor de acteurs en voor de actrices en de muzikanten spelen voor 30 man vanaf nu en vanaf 1 september 100 man. Heel veel onzekerheid. Is er iets te doen om die onzekerheid weg te nemen? Kunnen jullie daar iets mee doen? Ja, wat ik denk dat er nodig is, en daar zal ik me ook voor inzetten in de Tweede Kamer, mm-hmm, dat heb ik al gedaan en daar ga ik mee door, mm-hmm, is dat er gewoon een veel groter noodfonds moet komen. En juist voor alle vrije makers, en juist voor de ZZP'ers en freelancers. Mm-hmm. Want die 300 miljoen gaat grotendeels naar gesubsidieerde instellingen. Die hebben dat ook nodig, hè? Die gun ik het ook. Het gaat mij niet om of. Maar als je theaters overeind houdt en er zijn straks geen vrije theatermakers meer, precies, of vrije acteurs meer. Dan heb je waarom infrastructuur en dan zijn ze leeg. Precies. Ja. Dus er zal veel meer gedaan moeten worden, juist voor de ZZP'ers en freelancers, alle makers voor en achter de schermen, ook de geluidsmensen, cameramensen. Het gaat niet alleen om de mensen op de planken. Nou, inderdaad, cameramensen, geluidsmensen, ook hier aanwezig. Ik sprak net een aantal jongens hier van het geluid. Een van hen die was net afgestudeerd aan een academie in Zeeland, volgens mij, heb je dat goed onthouden? Nou, we gaan zo even met hem praten, maar ja, en die staat nu gewoon helemaal eigenlijk op straat. Dit is dan wat ze belangeloos doen. Dus er wordt ook facilitair heel erg meegewerkt om zo'n actie, dus ook een schreeuw vanuit de facilitaire diensten om in actie te komen. Om daar aan hun steentje aan bij te dragen. Maar het gaat natuurlijk om uiteindelijk minister van Engelshoven, die daar een behoorlijke vinger in de pap heeft. Slaat zij hard genoeg op tafel met haar vuist?
Nee, ik vind van niet. Kijk, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vind het altijd lastig om, om kritiek op minister van Engelshoven te hebben. Want ik vind, volgens mij heeft ze het hart wel op de juiste plek. En zij is niet onze grootste tegenstander. Dat is echt bijvoorbeeld de VVD, die gewoon niks met de culturele sector heeft. Kijk, minister van Engelshoven die heeft echt wel een hart voor de culturele sector. Nou, ik heb het gevoel dat Ik vind alleen niet dat ze hard genoeg knokt. Sorry, ik maak hem even. Ik vind niet dat ze genoeg doet. Meneer de voorzitter, maak me even af. Nee, maar dat is het. Ik vind niet dat ze genoeg doet. En dat was je vraag. Ja. Nee, ik vind niet dat ze hard genoeg met de vuist op tafel slaat. Wat moet ze meer doen? Ja, ze zou veel meer voor de belangen van de sector moeten opkomen. Kijk, als ik inderdaad bijvoorbeeld Angela Merkel in Duitsland hoor over de culturele sector, dan denk ik, nou, ik wil dat Rutte dat ook doet. En daar moet zij in de ministerraad voor pleiten. En waarom doet Rutte dat niet en Merkel wel? Nou ja, ik denk toch een verschil in prioriteiten, als ik heel eerlijk ben. Kijk, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar het zijn wel politieke keuzes natuurlijk, welke onderwerpen je benadrukt. Ja. En als je het wel over het redden van KLM hebt en daar wel miljarden voor uittrekt. En niet voor de culturele sector. Ja, dan heeft dat toch volgens mij met gebrek aan prioriteit te maken. Dat je niet het belang en de waarde ziet van die sector. En minister van Engelshoven, die komt hier aanstaande vrijdag. Wat zou een goede vraag voor haar zijn? Ik denk dat de goede vraag zou zijn is... wat doet u voor en achter de schermen om de culturele sector te redden? Waarom doet u niet meer, eerlijk gezegd? Dat vind ik ook wel. Want elke keer als dat aan haar gevraagd wordt, gisteren nog bij Eén Vandaag... Ja. Dan gaat ze elke keer opnoemen wat ze allemaal wel doet. Maar ze gaat eigenlijk niet in op de vraag waarom ze al die dingen die nodig zijn... zoals een noodfonds voor makers van 700 miljoen, waarom ze dat niet doet. Daar gaat ze eigenlijk niet op in. Dus ik zou haar zeker die vraag ook stellen. En waarom zou ze daar niet op ingaan? Waarom die 700 miljoen, is dat een onhaalbaar iets? Of... Ja, dat is een goede vraag. Ik zit er niet bij in de ministerraad, helaas, zou ik haast zeggen. Want ik zou daar wel echt met mijn vuist op tafel slaan voor die 700 miljoen. Ik denk dat het wel haalbaar is. Ik bedoel, als je miljarden kan uittrekken voor de luchtvaart, als je 600 miljoen voor de tuinbouw kan, precies. Ja, ja. Waarom zou het dan niet voor de culturele sector kunnen? Waarom is er dan voor de culturele sector maar 300 miljoen beschikbaar? Ik denk dat het echt een kwestie van politieke keuzes is. Dus ik denk dat het wel kan. Maar op de een of andere manier lukt het haar niet. En ik zou haar vooral vragen waarom dat niet lukt. Ja. Maar haar ook wel stimuleren. Ik bedoel, uiteindelijk is zij wel de bondgenoot van de culturele sector in het kabinet. Althans, dat zou ze moeten zijn. En ik vind maar gaat het dan toch niet mis bij die lobby eigenlijk, waar je het net ook over had? Want zij nodigt mensen uit op afspraak. Hè. Ze gaat praten met theatervrije producenten, met mensen uit de muziekwereld. En maakt daar uiteindelijk haar beleid op. Is het toch niet een goed plan dat wij als culturele sector het plan maken en dat zouden aanbieden en dat zeg maar mee wordt genomen in dit soort besprekingen? Ja, ik denk dat dat heel erg goed zou zijn. Ik zou jullie ook zeker willen aanmoedigen om dat te doen als het nog lukt naast al deze fantastische acties. Kijk, hoe concreter het plan is dat op tafel ligt, hoe makkelijker het wordt natuurlijk ook voor ons om de druk in de Tweede Kamer op de minister op te voeren. Ik denk alleen niet dat het hele verhaal is. Hè. Je hebt ook gewoon een minister nodig die er echt voor knokt en die er echt voor gaat. Want op zich is er natuurlijk best wel een goede lobby. Mm-hmm. Die kan sterker, maar die is er wel. Dus er moet ook gewoon vanuit de politiek natuurlijk gewoon boter bij de vis komen. En wij doen daar heel hard ons best voor, maar we hebben daar uiteindelijk wel meerderheden voor nodig. Ja, snap ik. Even iets heel anders. Jij bent eigenlijk bekender dan alle acteurs die hier zo'n beetje ten tafel zijn verschenen bij elkaar. Want je hebt geacteerd in Bangladesh, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja, bekend een beetje dan af aan het aantal kijkers. Ja, 80 miljoen viewers. Ja, nou, daar zouden wij behoorlijk blij mee zijn. Ja, het is in Bangladesh ook wel makkelijk, hè? 170 miljoen inwoners. Dus dan maak je snel grote aantallen. Maar even heel kort, wat was dat? Nee, ik speelde daar jaarlijks één keer per jaar in een soort... je kan het vergelijken met de eindejaarsconferentie aan het eind van de Ramadan. Ja. Deed ik daar een satirische sketch. En ik zat er altijd in omdat ik Bangla sprak. En de maker, Hanif Shankit, de hele professionele theatermaker in Bangladesh... die vond het heel grappig om mij als buitenlander Bangla te laten praten in die show. En het ging altijd over serieuze onderwerpen. Dus het ging een keer over kindhuwelijken, een keer over over corruptie... En een keer over gedwongen huwelijken. Maar dus altijd op een satirische manier, met humor. Eigenlijk ben je gewoon cabaretier in Bangladesh? Ja, een soort van. Ja. Nou, even kijken, 80 miljoen kijken, daar is dus wel een markt voor. Dus wij moeten allemaal Bangla leren spreken. En dan kunnen we misschien daar nog wat te doen. Dat zal met de corona daar misschien ook niet helemaal lekker zijn. Ja, hoewel ik wel moet bekennen, ik weet niet of het beste voorbeeld is van goed cultureel ondernemerschap. Want ik deed dat meestal voor een overhemd of iets in die trant. Of ik deed het als een jasje. Ja, precies. Ja, nou ja. Ik kreeg er geen geld voor, laat ik het zo zeggen. Nee. Iedereen zit hier om zich eigenlijk te representeren. Die representeert een groep.
Voor wie zit jij hier? Welke mensen vertegenwoordig jij? Ik zit hier namens GroenLinks. Dat had ik begrepen. Ja, namens onze Tweede Kamerfractie. Dus de 14 zetels... Zeker. Daar ga jij voor tekenen? Absoluut. Nou, heel fijn dat je er was. Ik hoop dat je je poot lekker stijf houdt en af en toe lekker wat druk in die kamer op kan voeren. En laten we hopen dat de minister van Engelshoven hier aanstaande vrijdag met heel goed nieuws komt. Ik hoop dat ze zitten kijken. Ze kijken natuurlijk alle 7 dagen, de 12 uur per dag. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. En maak het er maar een beetje lastig. Op een constructieve manier, maar die druk die is echt nodig. Wij gaan de druk opvoeren. Heel veel dank dat je er was. Pak een stift en zet je handtekening erbij. Dankjewel. Niels van den Berg.